Loetje Bert. Ik tracht op poëtische wijze. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Ware ik geen mens geweest, gelijk aan menigte mensen, maar ware ik die ik was, de stenen of vloeibare engel, geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt. De weg van verlatenheid naar gemeenschap, de stenen, dieren, vogels, weg, zou niet zo bevuild zijn als dat nu te zien is aan mijn gedichten, die momentopnamen zijn van die weg. In deze tijd heeft wat men altijd noemde schoonheid haar gezicht verbrand. Zij troost niet meer de mensen. Zij troost de larven, de reptielen, de ratten. Maar de mens verschrikt zij en treft hem met het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum. Niet meer alleen het kwade. De doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig. Maar ook het goede. De omarming laat ons wanhopig aan de ruimte morrelen. Ik heb daarom de taal in haar schoonheid opgezocht. Hoorde daar dat zij niet meer menselijks had dan de spraakgebreken van de schaduw, dan die van het oorverdovend licht.